Waarschijnlijk heeft u het gezien. Forum voor Democratie heeft echt alles proberen te doen om het Marrakesh-immigratiepact te stoppen. Maar tijdens het Kamerdebat werden onze bezwaren terzijde geschoven. En bij de stemming van zojuist hebben VVD en CDA tegen onze motie gestemd om het Marrakesh-pact niet te ondertekenen. De regering zal nu op 10 december naar Marrakesh afreizen en steun geven aan dit immigratiepact. Heel erg slecht voor Nederland. En nu is het zaak dat wij ons voorbereiden voor de verkiezingen van 20 maart... om de regering af te straffen, om VVD en CDA af te straffen. Want keer op keer beloven ze ons minder immigratie en keer op keer krijgen we meer immigratie. U kunt ons daarbij helpen. U kunt lid worden van Forum voor Democratie als u dat nog niet bent. Dat helpt ons enorm. Dan krijgen we veel meer subsidie. We krijgen ook een netwerk. We kunnen u nieuwsbrieven sturen en op de hoogte houden van alles wat we doen. En samen kunnen we ons dan klaarmaken om op 20 maart echte verandering te gaan afdwingen in Politiek Den Haag. Ik wil u danken voor uw steun om samen met ons dit Marrakesh-thema in ieder geval groot op de agenda te hebben gezet. En ik wil u ook alvast danken voor uw steun in de opmaat naar 20 maart. Heel erg bedankt voor het samen met u strijden voor een beter Nederland. Dank u wel.